wordt met de aankondiging voor het nieuwe parochiecentrum. En er staat met grote letters staat erop, wij bouwen voor u. En inderdaad, dat is de enige reden waarom waarom we gaan bouwen. Nou, we willen graag op eigentijdse wijze, met eigentijdse middelen, mensen uit onze mooie gemeenschap inspireren en bemoedigen vanuit het geloof waarvoor we staan. En daarom willen we ook graag een hartelijke en een gastvrije kerk zijn, waar iedereen welkom is. En nogmaals, daarom, wij bouwen voor u. Vandaag gaat de eerste spade de grond in. En wat hadden we dit moment graag willen markeren, maar helaas, de omstandigheden zijn zodanig dat het niet kan. Het coronavirus verlamt alles. Maar wij laten ons daar niet door ontmoedigen. Wij bouwen verder en we kijken over het coronavirus heen. En wij geloven in de toekomst. Ik zal, nu het coronavirus het niet mogelijk maakt om te komen kijken, regelmatig een filmpje op YouTube zetten, zodat u het proces kunt volgen. Nou, kijk maar even.